Nou, onze nog steeds burgemeester Bert Berghoef is vandaag jarig. En voor hij gaat vertrekken als burgemeester, willen wij hem vandaag even verrassen. En hem een gebakje aanbieden en feliciteren met zijn verjaardag. Dus dat gaan we nu even doen. Ik ben trouwens wel benieuwd of hij thuis is. Hallo jongeman. Beste burgemeester Bert Berghoef. Ten eerste namens RTV Achterhoek, het gehele team. Gefeliciteerd met uw verjaardag. Nou, dankjewel. En bij deze, namens RTV Achterhoek. Dag Henry. Lekker gebakje. Gaat goed met je? Dat doe ik expres om te storen. Oh, dat geeft niet. Wij hebben tijd. Ja, nou ja, ja, ja. Wij hebben tijd zat. Kijk. Morgenavond, hè? Klasse, hè? Ja. Ja. Nee, ik probeer die jongens weer te storen natuurlijk, hè? Ziet er mooi uit, hè? Ja, mooi, hè? Ja. Ja, ik niet. Jij wel, denk. Ja, helemaal mooi. Jij, succes. Ja, je was midden in je redenvoering, zag ik. Ja, klopt. Wij willen u namens RTV Achterhoek dit gebakje voor een verjaardag aanbieden. Een van de vrouwen ook, of niet? Ja, voor iedereen. En wij willen u graag bedanken, van harte bedanken voor uw inzet voor de gemeente Aalten. Ja, nou, ik heb dat met veel liefde gedaan, jongelui. Dag Henry! Ik heb dat met veel liefde gedaan, jongelui. Ja. Nou, jullie kunnen echt zien, hij heeft humor en hij is en hij blijft, ook al is hij dan later geen burgemeester meer, hij blijft een goeie. Ja, nou en kijk, in Amerika is het een goed gebruik om gewoon president te blijven zeggen. Dat, je mag hier gewoon wel burgemeester blijven zeggen hoor. Of burgervader? Dat is nog mooier, ik bedoel, een van mijn voorgangers, burgemeester Beekjes, werd ook altijd nog burgemeester genoemd dus. Lekker. Dan blijft we naar mijn gezinnetje. Vind je het heel erg? Nou, dat vinden wij niet erg. En geniet van uw eredag. Ik denk, jullie komen hier met toeters en bellen. Waarom die stoelen hier nou niet? Dat begrijp ik niet meer toe, maar het zal weer een grap bedacht zijn. Nou, dat hebben wij niet neergezet, maar... Nee, mijn buurman. Dus... Camera en microfoon is niet genoeg met toeters en bellen. Dit is meer dan voldoende, jongens. Ik vind het geweldig. Klasse, bedankt. En... doe ditzelfde bij mijn opvolger Arnold Gerritsen, want je zult zien dat het een even toegankelijke en amabele man is als ik ben. Gaan we doen. Oké, okay, jongens, mannen, hartelijk bedankt. Succes, toi toi toi, hè. Nou, gefeliciteerd en geniet van uw verjaardag. Ik ga naar mijn kitje, naar mijn kind. Nou. Ja? Veel plezier. Dag, tot ziens, bedankt. Nou. Bye bye. Bye bye. Ik moet zeggen, ja, ik mag auf Wiedersehen, tschüss. Tot ziens, bye bye. Precies, in alle talen, ding dong day. Wat dan ook. Mannen, bedankt, tot ziens. Graag gedaan, tot de volgende keer. Ja, alstublieft, dag. Nou. Hoeft niet. Het is een verrassing. Nou. Jullie kunnen zien, hij is een goeie, hij blijft een goeie en we mogen hem burgemeester blijven noemen, ook al gaat hij weg. Hij gaat niet weg uit Bredevoort, hoop ik, want ja, hij is een schappelijke man, hij is een echte goeie.